hebben net ontbeten en omdat het hier onze laatste dag is, of eigenlijk onze laatste ochtend, wilde ik even naar de 5e verdieping toe om vanaf boven helemaal naar beneden te kijken in de binnenkant van het huis of appartement. En toen zagen we in één keer een trap die nog verder dan de 5e verdieping ging en dat is op het terras. Dus nu kunnen we over de hele stad heen uitkijken. Daar in de verte zie je bergen, aan deze kant zie je ze ook, maar hier zijn meer schaduwen. De straat die je daar ziet, dat is de grote straat waar we vaak overheen zijn gelopen. Oh, en dit is het zwembad. We zijn nu weer binnen en dit is hoe hoog het is. En van hier kan je ook het plafond erg mooi zien. Dit is mijn mooie outfit van vandaag trouwens. Fanny pack, Afrikaanse broek, die super lekker bij elkaar staat. We moeten vandaag best wel lang in de auto zitten. We rijden eerst naar het hotel toe, dat is ongeveer 5 uur rijden. Daarna gaan we nog naar Van Eyck toe. We zijn vertrokken. Al een tijdje al zelfs. We hebben zelf al getankt. Of iemand anders heeft dat voor ons gedaan. Sure, misschien komen we dan dat vullen. Net toen we op het dak stonden, konden we van heel ver af de bergen zien. En we zijn een half uur verder. En nu zijn we al bijna in de buurt. Wat een uitzicht. Echt super gaaf om van het ene moment in de stad te zijn en daarna in één keer tussen de bergen te rijden. Kijk, hier rijden we tussen de berg door. Hier is één deel van de berg. Het is gewoon door midden gespleten en dan hebben ze een mooie weg gemaakt. We hebben even een pauze genomen van het rijden. We zijn hier in een klein dorp terechtgekomen met hier heel mooi uitzicht op de bergen. En daar zijn allemaal supermarktjes. We zijn hier even gestopt omdat het hier zo'n gaaf uitzicht is. Het is hier ook een stuk koeler, merk je meteen. Het waait lekker. En hier is een leuk tentje met kristallen. Het is hier zo stijl in één keer naar beneden. Moeilijk om te laten zien hier zo op video, maar... En hier zijn weer andere markten waar je allemaal spullen kan kopen. Op dit moment zitten we op hoogte 2125. We zitten nu op de weg naar beneden. Dus dit is het hoogtepunt wat we hebben gezien vandaag. Deze berg vind ik er heel raar uitzien, want hij is zeg maar helemaal plat aan de bovenkant en is veel anders dan andere bergen. Hier zie je olijvenbomen, denk ik. Geiten! Yay! We moeten nog 2 uur reizen. Alleen we kregen net de melding dat de bandenspanning niet meer goed was. Eerst dachten we moeten wat bij doen, maar we zijn erachter gekomen dat er wat lucht uit moet. En nu zijn we hier. Het lijkt wel buitenaards landschap. We rijden nu een dorpje uit en de teksten die hier op de vloer liggen zijn wel vaker tegengekomen en die zien er heel cool uit, vind ik. We hebben nog maar 3 minuten te rijden en dit is de stad waar we vannacht blijven slapen. Het ziet er een beetje klein uit. Nou, we hebben het gevonden. Dit is ons hotel. Welkom bij de roomtour van het tweede hotel. We beginnen hier. Kijk eens wat mooie tegels. Gaaf plafond hebben we hier. Pap is aan het werk aan het bureau dat we hier hebben. Heel veel spiegels hebben. Chic bed. Nog een tafeltje. En eens kijken wat het uitzicht is. Op zand. Nou, mooi. We zijn bij het hotel aangekomen, zoals je net zag. We hebben even gerust, half uurtje. En daarna zijn we in het grote zwembad wezen zwemmen. Het was daar erg koud, maar na een tijdje was het wel gewend. En nu is het hier natuurlijk weer een heel mooi uitzicht. Er is hier veel groen aan de voorkant. Daar was eerst een rivier, die komt misschien nog terug bij het regenseizoen. Een keer in het jaar. En daarachter zijn weer wat huisjes. Welkom bij de hoofdrij. Kebabchips. Ook naar paprika chips. Ja, het proeft beter dan het hier. Ga ik even de koffiedoos pakken. Oh, ja. Hij smaakt niet naar kebab. Dus dat was een voorproefje. We gaan pas om 9 uur eten. En we gaan nu naar een kloof toe. We hebben net eventjes afgekoeld in een ijskoud zwembad. Dat was echt wel lekker. Want in plaats van dat we in 3 uur hebben gereden, hebben we in 6 uur gereden. Ja, 6 uur wel, ja. Echt vet lang. Ik was wel eventjes moe. We hebben ook even genapt. Dat was ook fijn. Maar de chips zijn aanrader. Ook al kan je ze nergens anders kopen dan hier.
We staan nu op het uitkijkpunt. Hier zijn gave bergen te zien. Hier is weer de vallei. En als het goed is gaan we dadelijk daarheen lopen, die kant op. We zijn in de tuin bij de boeren. We zijn een random man achteraan het volgen. Onder in de vallei is gewoon een beek met water. Hey, Peterselie, dit allemaal. Peterselie, klaproos. Succes, pap. Oh. Yes. Thank you. Yay. Net toen we boven stonden, liet ik toch die kloof zien. Als het goed is, gaan we dadelijk daarheen lopen. Daar zijn we nu. Dit stuk. We zijn net hier tussendoor geklommen. Op de randjes. Half vasthoudend. Half uitglijdend. Maar we zijn weer een stukje verder. Het is vermoeiend om zo omhoog te klimmen. We kunnen dus nu een foto maken van ons, maar dat lukt niet. Maar hier hebben we wel een leuke foto die de gids maakte. We zijn weer terug bij de boer op het grond stiekem. En dit is het irrigatiesysteem. Kijk eens aan. Water. Hier is de mais geplant. Daar is iemand aan het werk. Op dit plateau staat onze auto weer. Wow. Dat was heel cool. We zijn net dus door de gebergjes heen gelopen. Met een persoonlijke gids. We hebben er vorm voor gekregen. Echt mega gaaf. We moesten klimmen over rotsen, door smalle doorgangen heen gaan die het water geslepen had. Aan beide kanten was het 60, 70 meter hoog, steile rots. En soms lagen er van die rotsblokken op die spleet waar we dan onderdoor moesten kruipen. Mega gaaf. Ja, nou, we zijn net op tijd klaar, want het begint alweer donker te worden. En er werd misschien regen verwacht, dus veilig dat we weer terug zijn. En nu onderweg naar het hotel, gaan we eten. We gaan nu eten. Dit is de eerste gang. Daar krijgen we weer tagine. Derde dag op rij. Maar we vinden het lekker, dus dat is goed. Nou, we hebben heerlijk gegeten. Ik had tagine met kip en citroen weer. Dat is de eerste dag. Het was zoveel, we zitten helemaal vol. Papa had ook tagine, meatballs en ei. Dat was ook super lekker. En als toetje hadden we verschillende soorten meloen. En we zijn nu kapot, dus we gaan heerlijk slapen.